pik het niet meer, kim het gat, verzonde crazy ziet, bedek je niet inkrap. Poepenkessen debat, economische grap, economische spelletjes, corrupte chit-chat, bloem. Valt de boom is boom, dikke witte winsten kosten niks geen ondoom. Tonnetje in de munt, gaan verdienen miljoen. Vinden gaat dat normaal, dat is niet gewoon, ja. Dealen in de klappen, kunnen lezen in de koppen. De banken die blijven moeten geld toeschoppen. Ah, is dat ook zo van mij? Moeten blijven gaan en nog een veel lekker erbij. De schouwen komen op straat en er wordt gestopt. Tijd voor de dictatuur van het proletariaat. Geen oliemagnaat, je wordt afgedankt. Honneer van ontslag, salut en bedankt, gast. Die economen en die rake oligarchen, die hadden zoiets shit. Als die dus slim genoeg zijn en die hebben niks te verliezen, dan gaan die samenkomen en dan hebben die, dan hebben we er niks meer tegen te zeggen. Die lopen ons gewoon omvaren, want die zijn met te vuil. Dus wat doen we? We geven die allemaal iets. En we laten die allemaal denken dat ze er zelf voor gekozen hebben en dat ze allemaal iets te verliezen hebben. En dan doen die gewoon allemaal mee. Ze hebben namelijk de verkiezingen. Het eerste dat ze gedaan hebben, is de busypas afgepakt van de 65-plussers. De mensen die dat 40 jaar gewerkt hebben voor te zorgen dat Gollon op school kunt en dat wij kon gemen, die mogen nou niet meer met de bus rijden. Die moeten thuis blijven zitten, vereenzamen en naar de VTM zien. Schoon is dat. Hebben die bijgedragen aan de crisis? Nee. En dat nummer gaat erover dat je wat mond moet opentrekken. Je moet niet zwagen, je moet zeggen wat dat er scheelt. En liefst zoveel mogelijk. Echt waar, trek de bakjes open. Ja. Niet meer zwagen. Trek die bakjes open. Trek dat bakjes open. Je hebt ook opgetreden tijdens een stakingspiket bij Agfa Gevaert. En ik heb dat video ook eens hier rondgegaan op Facebook en al die mensen hadden zoiets van wauw, dat is echt een kippenvel moment met Slonske. Hoe voelde dat eigenlijk om zo voor die mensen die staakten op te treden? Dat voelde alsof dat zo moest zijn. Ik kom uit een heel sociaal nest. Ze hebben mij heel goed grootgebracht. Ze hebben mij echt de goede waarden van het leven leren kennen. En als ik dat zie, hoe dat inderdaad mijn broeders en mijn zusters leeggezogen worden, dan word ik kwaad. En ik was met dat project bezig van Lode Zieles, waar dat nummer nog niet te laat is uitgekomen. En ik was ineens terug aangestoken. Mijn vuur was terug ontbroeien. En ineens was dat rood riederje terug wakker. En ik ben met een halve mijn op piket gegaan voor de boys te steunen. En ik begin te klappen met een paar gasten. En van die komt aan en ik begin te rappen. En die zo, na, op de bus. En op die gasten die gooien, maar op die bus. En ja, het WTM nieuws stond er in de Radio 2 en iedereen stond er, dus ja, ineens was dat nationaal nieuws. Oh my god, Bea Zieles is hier, de kleindochter van Lode Zieles, de schrijver van Moeder Waarom Leven We. Big up! Vanavond gedaan! Dus voilà, die dacht van Gevaert, dat is bangelijk, want je voelt dat. Je voelt dat je samen aan hetzelfde ziel onttrekken ze. En dat gevoel van verbondenheid, dat brengt je naar de next level. Dat is een waanzinnig gevoel. Het is ook wel zo heel opvallend dat jouw liedjes heel geëngageerd zijn en toch zo populair zijn, terwijl de verkiezingsuitslag eigenlijk het tegenovergestelde toont. Dat er veel minder solidariteit is, dat mensen eerder voor een rechtsere partij stemmen. Het is zo dat mensen bang hebben. Mensen hebben bang, want ze hebben ons wijsgemaakt. Dat is het. Ze hebben ons wijsgemaakt dat er een buurman is dat van aanpikt. Of dat inderdaad zijn de ouderen waar we voor moeten opdraaien. Die dat ervoor zorgen dat we geen geld meer hebben. En die mensen die dat door de economische crisis werkloos zijn geworden, dat zijn degenen dat we moeten aanpakken. Excuse you, me. En als ik even afgeleid, wat wil ik gaan vragen? Wat wil ik zeggen? Ja, jouw liedjes. Ah ja, dat die toch populair zijn in de verkiezingsuitslag. Dus het is zo. Mensen willen geloven. Mensen willen geloven in dat we samen iets ervan kunnen maken. Maar ze hebben schrik. En bepaalde partijen zijn heel goed in dat schrikbewind sterker te maken. En mensen bang te maken voor hun buurman. En voilà, dat is het probleem. Mensen hebben bang. Maar mensen voelen in die nummertjes hun klein kindje terug. Die voelen terug dat persoontje dat zoiets heeft van ja, volgens mij kan dat wel. En ja, liefde is eigenlijk het enige wat we nodig hebben. Oh, ik geloof dat wel en ik wil dat geloven. Maar wanneer dat de rekeningen komen, dan komt die angst terug. En wanneer dat de deurwaarder voor de deur staat omdat je gasboete niet betaald hebt. Excuse me. Snap je? Mensen zijn bang.
En voilà, die willen geloven. Dus daarom dat die nummers volgens mij populair zijn. En wat zijn de toekomstplannen van Slonske? De toekomstplannen zijn, in het najaar komt er een album uit. Yeah! Het album zal een beetje een opsomming zijn van mijn schizofrene kantjes. Er zullen inderdaad nog altijd nummers op staan over vinkten en instincten. Maar er zullen ook geëngageerde nummers op staan. En er zal veel dancehall op staan voor de chickies. En voilà. Ik hoop volgend jaar dan op elk festival te staan met mijn neven LP. En dat gaan we dan allemaal bij zitten. Dat hij zegt van, ah nee, echt waar, ga. Denk jij dat jij dat kunt doen? Allee, precies, dat ga je ook kunnen rappen. Ga zingen? Allee, zo haast dat niet. Iedereen eet dat stemmetje. Zodat je een spreekbeurt moet gaan doen op school zo. Oh nee, echt waar, jong, ga je ook keihard afgaan. Oh, ga je een tekst vergeten. Amai, wat denk jij dat je dat goed gaat doen? Of van, na. Iedereen eet dat stemmetje. Maar dat stemmetje is soms niet slecht. Omdat dat stemmetje voetjes op de grond houdt. Want dat stemmetje er niet is, en je krijgt het oog in een bol, dan verliest het contact met de mensen en verliest het contact met jezelf. En dan wordt het dus een dikke nek. Dus dat stemmetje inderdaad, dat soms speelt men aparte, omdat men dat echt soms gewoon bang maakt. Bang. Van hé, wat verwachten die? Ga ik wel kunnen geven wat dat die willen? Die stonden allemaal en die verwachten een boom van een show. En zijn ik diegene dat gewoon kunnen geven? Dat is die balans. Schat! Hoor langs die balans. Dus ja, weet je, ik zeg ik ook bang en ik twijfel ik ook soms aan wat ik kan of wat ik niet kan en dat is normaal. En iedereen heet dat, maar dat stemmetje, dus dat één stemmetje van ah, nee, jij kunt dat niet. Je kunt daar dus tegen klappen ook. Je kunt tegen dat stemmetje zeggen, ah, wel maat, maar daar luister ik niet meer. Want het gaat eigenlijk geen gelijk. En hoe meer dat je dat zegt, hoe minder dat stemmetje er is. Wat Charissa wil. Maar het is Charissa die schrik je, maat. Charissa is slongs die van ons is een stuk van Charissa die dat weinig schrik heeft. Ja. Maar het is Charissa die dat te schrik heeft. En het is door slongs te kunnen zien dat ik die schrik zo wat aan de kant heb kunnen zetten. En ik weet dat dat een beetje debiel klinkt, maar zo op podium, als je op podium stapt, voelt dat goed om in een alter ego te kruipen. Omdat als Charissa, als ik daar voor rollen moet staan, ik zweer het, dat kan niet goed. En hoe zou je Slonske dan kunnen omschrijven? Wat voor madame is Slonske? Slonske is een heel energieke, liefdevolle madame. Die dat vroeger al een paar knaaltjes heeft gehad. Die hier en daar al eens iets tegen gehad en daar heeft niet altijd even goed gezeten. Maar die heeft het licht gezien. En die heeft gezien dat... dat we allemaal samen er iets van kunnen maken. Dus die is zoiets van, als ik dat geloof en ik vul dat hier, dan wil ik dat iedereen dat vult, wat ik vul. En dat is wat dat Slonske probeert door te geven. Die er een verlichting toont met Nicole en Hugo. Dan is hier een moment gekomen hè, van Vinten of Sinten, een goeiemorgen, goeiendag. Ineens even een staalswitch. Maar voilà, Slonske heeft het licht gezien en Slonske heeft pijn gehad. Maar die kan daarna een prutsje geven.